Virgil Zelderust. Ik wil eigenlijk drie dingen met je bespreken vanavond. Het eerste, penalties en Zelderust. Dat is een eitje. Ja, die moeten erin. Het is gewoon eigenlijk een vrije trap in de 16. En dan is het voor de keeper gokken natuurlijk. En ja, ze moeten gewoon erin. En tot nu toe zijn ze allemaal erin gegaan. Dan de wedstrijd vanavond. Jullie spelen tegen een Dordrecht. Nou, denk ik de zwakste tegenstander die ik gezien heb dit seizoen. En toch verlies je hem. Hoe in hemelsnaam kan dat? Ja, ik denk dat we vooral van onszelf verliezen. Als je ziet de eerste helft hoe we spelen, is er niks aan de hand. We krijgen de betere kansen. We creëren dingen. Ze gaan helaas niet in, maar we maken het heel moeilijk. En dan wat resulteert in een penalty. Omdat we zijn gewoon aan het drukken. We komen op 1-0. En dan ga je de rust in. En dan kom je naar buiten en dan geef je het eigenlijk heel snel geef je het weg. En dan wordt het 1-1. En dan, dan voel je gewoon dat we steeds minder worden aan de bal. En ook verdedigend. Ze krijgen een corner. En mijn man krijgt hem op zijn rug en hij valt binnen door een miscommunicatie. En dat is heel typisch voor de afgelopen weken hoe wij de goals tegenkrijgen. En dat zie je vandaag ook weer. En dat is gewoon dood en doodzonde. En daarom staan we nu waar we staan. Wat met name opvalt, is dat jullie ook niet meer echt in staat zijn om de tegenstander echt heel moeilijk te maken. En echt vuur aan de schenen te leggen, als je het mij vraagt. Ja, klopt wat je zegt. Het lukt ons op dit moment niet. Al weken niet lukt het ons. En dan gaan we ook natuurlijk het opportunistische spelen. En wat gewoon niet resulteert in een gelijkspel. Of dat je de wedstrijd toch nog naar je toe weet te trekken. Even het laatste punt wat ik met je wil bespreken. Jullie hebben best een aardig middenveld op papier. Goede voetballers. Toch vraag ik me eigenlijk af waarom ik tot nu toe eigenlijk week in week uit alleen maar lange ballen zie. Ja, omdat het niet loopt. Omdat het niet loopt. En dan ga je proberen lange ballen. En dan van daaruit de tweede bal te veroveren. En dan op die positie eigenlijk beginnen te voetballen. Ik denk vandaar en ik weet zeker dat als het weer daar is, dat gevoel, dan ga je zien dat we ook wel weer via het middenveld veel meer gaan voetballen. Je zag vandaag wel wat meer als de afgelopen weken, toch ietsjes meer. Maar ja, wat ik zeg, we hebben het moeilijk, we hebben moeite en vandaar dat we voor de snelle, voor de lange bal kiezen. Helmond Sport staat ontzettend onder druk. Er is heel veel kritiek ook op de trainer. Hoe leeft dat bij jullie in de spelersgroep? Ik denk dat we ons proberen niet zoveel druk daarom te maken. De trainer zegt het ook, laat het maar gewoon voor mij. En focussen jullie maar gewoon elke dag op voetballen en op beter worden. En de resultaten mee te nemen of hier te houden. En dat proberen we ook te doen. En dat is een beetje voetballerij. Hè? Als het even slecht gaat, dan komen ze van alle kanten. Dus daar moeten we ons tegen wapenen. Dankjewel. Cheers.